Allereerst, willen hebben we als eis gesteld loonsverhoging en aanpassing van minimumloon. Die zaken zijn al lang achterhaald. 4 inflaties na elkaar, nou, het kan niet. Verandering. Het tweede eis. Receptuur van IMF. Uno wa IMF. IMF is geen optie. IMF ik kier uno. IMF is niet hier gekomen om het land gezond te maken. Want in het verleden al land weer gezond op eigen krachten toe. En IMF laat het volk inleveren. Een volk no mamoro. Regering, uno wa IMF, uno waning want. Een volk is verpauper, er vindt verpaupering plaats. Laat dat duidelijk zijn. Uno wani. Dus het is ook geen optie voor ons. Als derde eis hebben we gesteld. Herziening van de belastingvrije som en de belastingsgever. Die zaken zijn ook al achterhaald vanaf 2009. Er moet aanpassing plaatsvinden. Gisteren in het parlement, dat is eis nummer 4. De mango verhoog het tarief voor omzetbelasting. Er is nog niets bereikt met de vakbeweging. Dan gaat u het tarief van omzetbelasting gaan verhogen waarbij u direct weet dat het die effect zal zijn op de prijzen, op de diensten en de goederen. Hoe kan dat? Gaan we zo om met elkaar? Met de vakbeweging is er nog niets op gang gekomen. Maar u gaat de OB verhogen terwijl u weet aan na een volk ou abi faibaka. Uno wani. We zeggen uno wani. We zijn niet tegen de verhoging, maar dit is beslist niet de juiste timing om het door te voeren. Want uiteindelijk, te luku alasang, na uno a volk abi pupai asla. Want uno e fire, uno e dede inakino. Dus, niet de juiste tijd en uno wani. We werken niet mee, regering. Dit is een harde eis. Als vijfde eis, dit is echt spannend. Wanneer er zoveel verhogingen gaande zijn, die benzineprijzen, elke keer, moeten we nu water in onze auto zetten en hier komen? Uno man doet dat. Waar gaan we met die torenhoge benzineprijzen? Dit kan toch niet? Als we naar de winkel gaan, worden we geconfronteerd met prijzen van zo heb je me niet. Dingen zijn 300, 400 en als dat niet genoeg is, maken bepaalde winkeliers ook misbruik van de situatie. Dat heb ik zelf ervaren. En ik kan ervan meepraten, want je ziet duidelijke prijsverschillen. Maar wat doet de regering eraan? Wij gaan alles moeten betalen. De kosten van het levensonderhoud is zodanig gestegen dat smano manjan groen tomorrow. Sommigen slaan maaltijden over. Sommigen om hun kinderen eten te geven, de mamus go naar angry beren na bedi. Na dat nasranaan voor uno? Is dit onze Suriname? Dit is niet wat er beloofd is en daarom zeggen wij terugdraaien. De nutsvoorzieningen. Is het een luxe geworden nu? Nummer 6. De alarmerende problemen binnen de gezondheidszorg. Me hoor mi ede. Als dat zelfs niet gegarandeerd is, waar gaan we naartoe? Hoe verder? Vandaag komt mijn collega en die vertelt me, ik heb 1200 betaald voor een onderzoek. 1200 SRD voor een onderzoek. Kunnen we niets meer dragen naar Sosrana Kopina? Ik begrijp het niet hoor. Ik ga u eerlijk zeggen. Wanneer ik deze dingen aanhoor, mi ede ik koefkaf. Met tegunu. Mi ede ik koefkaf gewoon. Want min ano adis de man be beloof unu en alalisimo spompengi ding. Ibe tegi unu ibe nabogana IMF toch? Toch ik go. Maar goed. Dat om terug te komen over gezondheidszorg. Baso kaartes, ma e dede, aladis ma e dede. Apotimang,
Daar heb ik het niet over de mensen die doen alsof ze het nodig hebben. Uno jagi desmadat. Maar de potimangs die echt niet in staat zijn om gezondheid zorg de kosten te dragen. We kira man toe, want die man gaat niet naar buiten kunnen komen. Om te gaan zeggen van, ik heb een kaart nodig. Ama ou dede ine oso. Dat da dede tje migado, sai da dede. Omdat de kaart aan obede. Er was geen gezondheidsvoorziening voor die man of die vrouw. Dus daaraan moet er gewerkt. Dit is zak 1 punt. Maar alle problemen binnen de gezondheidszorg moet onmiddellijk opgelost worden. Want une grap na gezondheid. En ik ga u zeggen, elke Surinamer heeft een fundamenteel recht op adequate gezondheidszorg. En vooral nu van COVID en Kiro Akondre Jagba. Is dat zelfs niet gegarandeerd, regering? Doet uw werk goed. Zo, dan wil ik door. Ik vind het zelf een heel mooi punt. Eis nummer 7. Nepotisme en vriendjespolitiek. Weet u, voordat ik verder daarop inga, mine tagbungi noma regering. Tede mas doi oppositie, de bestrijd nepotisme nanga vriendjespolitiek. Maar tede doro in a regering, zelf de weg. We zitten niet hier om niemand te beschermen. Maar dat is gewoon een traditie geworden in ons geliefd land Suriname. Nou, een traditie. Tijden in oppositie. No, je mag dit niet doen. Amandat na brada na sa. Maar tijden in de regering. Yusuf no danga baka. Je gaat ook dezelfde weg op. Zo willen we verandering. Wat deze mensen niet begrijpen. Nepotisme en vriendjespolitiek is een sterke vorm van corruptie. En we zijn het oneens. I'm stop. Uno wane moro. Want uno potju dape fu potju mananga sananga brada fu go potfunksies dape. Over hun deskundigheid zullen we het later hebben. Maar het is duidelijk, we willen niet. We werken niet mee. Ga ik naar ons 8e punt. Elke Surinamer verdient een gelijke kans, ongeacht welke ras, geloof of etniciteit. Wasranamang. Mija anowan Yampanesi, meneer Edam Jan anowan Kreeuw. Wasranamang. Iedereen is een Surinamer. En die ontwikkelingen die zich heden ten dagen plaatsvinden, zijn gevaarlijke ontwikkelingen. Want ik weet dat ieder geconfronteerd is geraakt met rassentimenten. En we want dat in Sranang. Want if we beloof we een bromtje jari, we verwacht een bromtje jari toe. Maar wat zou we vergeten die betakkie bosetting? We vergeet voor actie saai bosetting. Dat we vergeten. Maar goed, we werken niet mee. We willen... Een vreedzame samenleving waar we door, maakt niet uit welke ras, bevolkingsgroep, etniciteit, geloof. We moeten nog steeds kunnen genieten van elkaar. En die roti, die bami, die nasi, die chow en alles samen kunnen eten. Dus wij doen niet mee aan deze dingen. Surinamers moeten gelijke kansen krijgen. En als laatste eis van deze samenwerking. Regering, if you find that a volk moest je offers, dan mogen we tenminste verwachten dat u het goede voorbeeld geeft. Want uno mag dit in een film, terwijl u niets merkt. En ik ga het met een simpel voorbeeld aankaarten. Wanneer ik kijk naar hoeveel dure consultants hier rondlopen, peperdure consultants. Nu meer nog met deze financiële crisis in het land. Ano kan toch? Want suma e pay de mandis. Is slechts 1 voorbeeld. Er zijn meerdere, want ik wil niet te veel erop ingaan.
Maar mensen, regering, check autoriteit. Want if uno moest liever in, verwachten we ook dat u dat doet en dat u op een verantwoorde wijze omgaat met het geld van het land. Vooral nu. Money no day en je Queens of volk. Wij hebben als standpunt ingenomen, regering, u krijgt van de vakbonden samenwerking 1 staat tot 6, 2 weken de tijd om gehoor te geven en deze punten te realiseren. Anders gaan we genoodzaakt zijn en gedwongen zijn als vakbondsleiders, als Ranamang, om een oproeping te doen naar de samenleving. Luistert u naar ons. 2 weken de tijd.